that are to me painful. Sommige dingen die voor mij pijn doen. Is often you get around younger people. En vaak ben je dan om jongere mensen heen. And they're trying to tell you all the things they're doing. En ze proberen je alle dingen te vertellen die zij doen. And all I'd like to do is help you. En alles wat ik eigenlijk wil doen is jou helpen. But you need to listen. Maar je moet wel luisteren. And I think wisdom is so important. En ik denk dat wijsheid zo belangrijk is. This younger generation. Deze jonge generatie. They're hungry for wisdom. Ze zijn hongerig naar wijsheid. Because they recognize the world is it's not working. Want ze zien dat de wereld niet werkt. They're hurting. Ze hebben pijn. You know, our world says marriage is not important. Onze wereld zegt dat huwelijken niet belangrijk zijn. Having family is not important. Een familie is niet belangrijk. What's important is you right now. Wat belangrijk is jij, zegt de wereld. You need to get what you want. Je moet krijgen wat je wil. And this younger generation is smarter than that. Maar deze jonge generatie is slimmer dan dat. They're looking and they're saying, hold it, that doesn't work. En ze denken, hé, maar dit werkt toch allemaal niet? I see people today that aren't fulfilled in life. We zien heel veel mensen die gewoon niet vervuld zijn in hun leven. But when they see someone that's actually run the race. Maar als ze dan echt iemand zien die echt de race heeft gerend. Has lived this life and loves this life. Die het leven heeft gedaan en er ook echt van houdt. They want to know. Dan willen ze dat weten. Help me. Help me. And I think that's what we do when we receive the baton. En ik denk dat we dat doen als wij dat estafettestokje aannemen. My wife tells a story. Mijn vrouw die vertelt een verhaal. She was in Hawaii one time. Ze was in Hawaii een keer. And there was a number of women ministries going out for lunch. Er waren heel veel vrouwelijke pastora's die samen gingen lunchen. And one of them was Daisy Osborne. En een van hen was Daisy Osborne. That's the wife of T.L. Osborne. En dat is de vrouw van T.L. Osborne. Back in the 1950s, they spoke to millions. En in de jaren 50 spraken zij voor miljoenen mensen. She was one of the strongest women preachers in the world. Ze was een van de sterkste vrouwelijke pastors in de wereld. Helen was so excited going for lunch with Daisy Osborne. En Helen was zo blij, ze was zo enthousiast dat ze met haar ging eten. But she was so disappointed. Maar ze was zo teleurgesteld. Because all the other young women. Want alle jongere vrouwen. Just couldn't stop talking. Konden niet stoppen met praten. About all the important things they were doing. Over alle belangrijke dingen die zij aan het doen waren. And Daisy just sat there silent. En Daisy zat daar stil. And 2 months later she went to heaven. En 2 maanden later ging zij naar de hemel toe. And Helen cried. En Helen was aan het huilen. I didn't get to hear any stories. Ik heb haar verhalen niet gehoord. If you're in the company of somebody. Als jij in de aanwezigheid bent van iemand. That has run their race well. Die zijn of haar race goed gedaan heeft. Has lived for generations. Die generaties al leeft. Has some gray hair. Die wat grijze haren heeft. And some wisdom. En wat wijsheid. Shut up. Hou dan je mond. Don't talk. Praat niet. Listen. Luister. That's how you receive the baton. En dat is hoe je het estafettestokje ontvangt. Because your life is important. Want jouw leven is belangrijk. But you don't know how important it is if you don't know what's been paid maar je weet to niet, get here. Je weet niet hoe belangrijk jouw leven is als je niet weet wat er voor betaald is om jou hier te krijgen. I met this girl, her name is Helen. Ik kwam dit meisje tegen, haar naam was Helen. And because of her, I met this amazing Lord, his name is Jesus. En dankzij haar heb ik deze geweldige Heer ontmoet. Zijn naam is Jezus. I'm forever grateful. Ik ben voor altijd dankbaar. And I recognize I would not be who I am today. En ik herken dat ik nu niet zou zijn wie ik nu ben. If it wasn't for my wife. Als het niet was van mijn vrouw. But I recognize she would not be if it wasn't for her parents and her grandparents and generations. Maar zij zou niet zo zijn geweest als haar ouders er niet waren of de generaties daarvoor. Several generations ago, her relatives lived in Friesland. Veel generaties geleden leefden haar ouders dan haar voorouders in Friesland. They had a
language that was known as Plattdeutsch. Ze hadden een taal dat heet Fries. You speak Plattdeutsch? No, my parents. Obayo. Obayo? Yeah. Her relatives then moved to Russia. En haar ouders of haar voorgeslacht ging toen naar Rusland toe. And then during the Russian Revolution they escaped. En toen tijdens de Russische Revolutie zijn ze ontsnapt. Because they were Christians. Omdat ze christen waren. At the threat of gunfire. Omdat er angst was voor schieten. Some of her relatives didn't make it. Sommige van haar voorouders hebben het niet gemaakt. And they ended up going from Siberia all the way to Paraguay. En toen zijn ze van Siberië helemaal naar Paraguay gegaan. Going from 40 below zero to 40 above zero. Van 40 graden onder nul naar 40 graden boven nul. And there they started a German colony. En daar waren ze een Duitse kolonie begonnen. And Helen's grandfather was the first pastor. En Helen's opa was de eerste pastor. And her mom and dad then immigrated to Canada. En dus Helen's ouders zijn toen naar Canada verhuisd. Helen was the first of her family born in Canada. Helen was de eerste uit haar familie geboren in Canada. And when she was 15, I met her. En toen ze 15 was, ontmoette John haar. Someone said, there's a girl that likes you. Iemand zei, hey, er is een meisje dat je leuk vindt. You should go out with her. Ja, je zou echt met haar uit moeten gaan. But if you do, maar als je dat doet, don't talk about God. Praat dan niet over God. Because she's a Christian. Want zij is zo'n christen. And she can't stop talking about him. Ze zal er echt niet over ophouden met praten. That got my attention. Nou, dat had wel mijn aandacht. I'd went to church every Sunday of my life. Ik ben elke zondag naar de kerk gegaan in mijn leven. But I didn't know what a Christian was. Ik had geen idee wat een christen was. I didn't know if I was a Christian. Ik wist niet eens of ik zelf een christen was. I was lost. Ik was verloren. I was fearful. Ik was bang. I stuttered all the time. Ik was altijd aan het stotteren. I was mean. Ik was gemeen. My life was dark. Mijn leven was donker. And I met this girl. Maar toen ontmoette ik dit meisje. And she changed everything. En ze veranderde alles. I have a picture. Ik heb een foto. Look at this. Laten we kijken. That's when we met. Zo hebben we elkaar ontmoet. I'm the guy here with the scars on the nose and the eye. Ik ben diegene met al die littekens op mijn gezicht. My lips were bigger then. Mijn lippen waren toen wel groter. And I think my ears were bigger too. En ook mijn oren. My hair was black like yours. Mijn haar was toen zwart, net als die van mij. Look at Helen. Kijk naar Helen. Now look at the eyes. Kijk naar de ogen. Can you see the difference? Zie je het verschil? Mine were dark. De ene donker. There wasn't any light in those eyes. Duister, er was geen licht. But hers looked like she swallowed a light bulb. Maar die van haar lijkt net of ze een lichtbulbje heeft ingeslikt. And I fell in love with what was on the inside of her. En ik werd verliefd op hetgene wat daar binnen was in haar. And my life has forever changed. En mijn leven was voor altijd veranderd. But then I started asking, how did I get here? Maar toen vroeg ik me af, hoe ben ik hier gekomen? I'm so thankful for my life. Ik ben zo dankbaar voor mijn leven. And I recognize I didn't get here alone. En toen realiseerde ik me, ik ben hier niet alleen gekomen. So I began to listen to the story of her generations. Dus ik begon te luisteren naar het verhaal van haar generaties. One of the reasons that we love to come back here to the Netherlands. Een van de dingen waarom we het leuk vinden om hier steeds terug te komen in Nederland. It all started here. Het is hier allemaal begonnen. I owe you. Ik ben jullie echt wel dankbaar. I would not be who I am without who you are. Ik zou niet zijn wie ik ben zonder wie jullie zijn. Next month we're going to Russia. Volgende maand gaan we naar Rusland toe. Again. Alweer. Why? Waarom? I owe them. Ik ben ze echt wat schuldig. I would not be who I am without them. Ik zou niet zijn wie ik ben zonder hun. At the end of next month I'm going back to Paraguay. En de maand daarna ga ik dan terug naar Paraguay. And you know why I do that? Weet je waarom ik dat allemaal doe? Why I spend time receiving this baton? Waarom ik steeds weer die tijd neem om die estafettestokje aan te nemen? Because I have many on this side. Want ik heb veel mensen aan de andere kant. I have a granddaughter. Die ik het wil doorgeven. Ik heb een kleindochter. I have 8 grandchildren. Ik heb er eigenlijk 8. But one of them
Maar één van hen is 13 years old. Is 13 jaar oud. She deals with very severe depression. En ze heeft echt hele erge depressie. When I get home, en als ik dan thuis kom, I'm going on a date with her. Ga ik op een date met haar. And I'm going to tell her why I go to Paraguay, Russia, the Netherlands. En dan ga ik haar vertellen waarom ik naar Paraguay, naar Rusland en naar Nederland kom. I want her to know the price that was paid. Ik wil weten dat zij weet wat de prijs is die voor haar betaald is. So that I could live this life. Zodat ik dit leven kan leven. To pass on to her. Om het stokje weer door te geven aan haar. Because we don't know who we are. Want wij weten niet wie we zijn. If we don't know why we are. Als we niet weten waarom we zijn. We need to know the price that was paid for us to get here. We moeten weten wat de prijs is die betaald is om voor ons hier te zijn. We're in a race. We zijn in een race. And this is the most important part of the race. En dat stokje is het meest belangrijke gedeelte van de race. This is more important than you. Dit is zelfs belangrijker dan wie jij bent. You could run the best part of the race, the best you've ever run. Jij kan het beste gedeelte van heel die race gerend hebben. But if you don't pass this on, maar als jij het stokje niet doorgeeft, heb je alsnog verloren. This is your story. Dat stokje is jouw verhaal. And you and I write our stories. En jij en ik schrijven dat verhaal. And they're not just for us. En dat is niet alleen voor ons. So many of this younger generation, they've been told it's all about you. En heel veel van onze jonge generatie wordt verteld het gaat alleen maar om jou. So do what you like. Dus doe maar wat jij wil. Do what makes you feel good. Doe maar wat jou goed voelt. And it's not about you. Maar het gaat niet om jou. It's about the generations. Het gaat om de generaties. Often I'm asked the question. Vaak wordt er aan mij gevraagd. How old do you think you should get married? Hoe oud moet je zijn om getrouwd te worden, om te gaan trouwen? And in our world, marriage is usually at least 30 something years old. En bij ons in de gen is het ongeveer 30 jaar, anders nog ouder. And then when should we have children? En wanneer zouden we dan kinderen moeten hebben? And usually, en meestal, it's close to 40 years old. I lost myself. En meeste kinderen krijgen is pas bijna bij 40 jaar oud. And I think we need to recognize it's not about us. En ik denk dat we moeten erkennen dat het niet om ons gaat. It's about this. Het gaat om dat dingetje. And this is what you pass on. Dat stukje dat je doorgeeft. So in answering those questions, en dus die antwoorden te antwoorden, I'll often say, so you want to get married one day, yeah? Dus ik zeg vaak, dus je wil ooit een keer gaan trouwen, hè? You want to have children one day, yeah? Dus je wilt ooit een keer kinderen, ja toch? So answer this. Dus beantwoord dit. Do you think your children would like to have young parents or old parents? Zouden die kinderen jonge ouders of oude ouders willen? You think they would like to know their grandparents or it's just too late? Of willen ze ook een opa en oma leren kennen of is dat dan te laat? There's your answer. Daar is je antwoord. We need to begin to recognize it's not about us. We moeten erkennen dat het niet om ons gaat. But it's about the generations. Maar het is over de toekomstige generaties. And we need to live a life that's worth passing on. We moeten een leven leiden dat het waard is om door te geven. Why? Because it has been worth everything that they lived to give it to you. Waarom? Omdat het zoveel waard is wat al die mensen voor ons gegeven hebben aan ons. And when we learn to pass it on, en als we leren om het door te geven, we actually learn to do what Jesus called us to do. Leren we wat Jezus ons heeft geroepen om te doen. Go into all the world. Make disciples. Ga heel de wereld in en maak discipelen. Go and pass it on. Ga en geef het door. See the power of our story. Zie de kracht van ons verhaal. Is what it cost you. Is wat het heeft gekost. Comfort is overrated. Comfort is veel te hoog gereed. Just want to have a comfortable life. Ik wil gewoon een comfortabel leven hebben. No. Nee. I want to have a life that counts. Ik wil een leven hebben dat het waard is geweest. I want a life I can pass on. Ik wil een leven hebben dat ik door kan geven. And often our life is measured by tears. En vaak is ons verhaal gemeten bij tranen. Psalms 56. Psalm 56. Verse 8 says, you have collected all my tears in your bottle. U hebt al mijn tranen gevangen in een kruik. You have recorded each one in your book. Staat niet alles in uw boek? Why would God keep your tears? Waarom zou God je tranen opschrijven? Because they're worth something. Omdat ze iets waard zijn. They're the price you paid. Het is de prijs die je betaald hebt. And if you've gone through tough times. En als jij door zware tijden bent gegaan.
Great. Super. You've got something to pass on. Je hebt iets om door te geven. It becomes your story. Het komt jouw verhaal. Every good story has a challenge. Elk goed verhaal heeft een uitdaging. If your life has never had a challenge, no one wants to hear your story. Als jouw verhaal helemaal geen uitdaging heeft gehad, dan wil niemand jouw verhaal horen. But if your life has had a challenge, maar als jouw leven een uitdaging heeft gehad, tell your kids. Vertel het tegen je kinderen. Tell them to tell their kids. Vertel dat zij hun kinderen weer moeten vertellen. Because it tells them who they are. Want het vertelt wie zij zijn. There's so many people today that struggle with so many things. Er zijn veel mensen vandaag die echt last hebben van allerlei verschillende dingen. One of them though is fertility. Een van die dingen is vruchtbaarheid. This one couple in our church, they wanted to have children. Een koppel in onze kerk wou graag kinderen hebben. And they tried everything. En ze hebben alles geprobeerd. For years and years. Voor jarenlang. I think they cried buckets full of tears. Ik denk dat ze wel emmers vol met tranen hebben gehuild. And we cried with them too. En wij hebben ook met ze meegehuild. But we just don't give up. Maar we hebben echt niet opgegeven. Finally the miracle came. En op een gegeven moment kwam het wonder. And they had this little girl. En nu hebben ze dit meisje. And this is what I told him. En dit is wat ik ze heb verteld. You need to tell your little girl. Je moet dat kleine meisje vertellen. Maybe every year on her birthday. Misschien wel elk jaar op haar verjaardag. You tell her her story. Je vertelt haar haar verhaal. And her story is how many tears you shed. En haar verhaal is hoeveel tranen jij hebt laten vallen. Because how much you wanted her. Omdat je haar zo graag wou. And you didn't give up. En je hebt niet opgegeven. And now she's here. En nu is ze hier. It gives her purpose. Het geeft haar een doel in haar leven. Gives her identity. Het geeft haar een identiteit. She begins to know how valuable her life is. Ze weet hoe waardevol haar leven is. She's gonna hold this baton tightly. Ze gaat dat estafettestokje vasthouden. She's not gonna drop the baton. Ze zal niet laten vallen. She's not gonna give up. Ze gaat het niet opgeven. She's not gonna quit. Ze gaat niet stoppen. So many marriages today, we give up and we quit. En veel huwelijken geven gewoon op en we stoppen ermee. And if I could talk to you, maar als ik met je kon praten, I would tell you I know it's hard. Zou ik vertellen, ik weet dat het moeilijk is. You have challenges. Ik weet dat er uitdagingen zijn. Don't quit. Maar geef niet op. Don't quit. Geef niet op. Because it becomes your story. Want het wordt jouw verhaal. That you pass on to the generations. Die jij kan doorgeven aan de volgende generatie. It lets them know how important they are. Het laat zien hoe belangrijk ze zijn. It gives them identity. Het geeft ze een identiteit. And the power of your story. En de kracht van jouw verhaal. Is simply God. Is eigenlijk God. Really? Echt. It's as powerful as the one that you live it for. Het is zo belangrijk als net zoals waar jij het voor leeft. The story in the Bible that makes it really clear is in John chapter 9. In Johannes 9 is een duidelijk verhaal. Where Jesus heals the blind boy. Waar Jezus de blinde jongen geneest. And afterwards, religious people say, explain to me what happened. En daarna komen de religieuze mensen. Wat is er nou gebeurd? Tell me why you believe. Vertel me waarom geloof je? Explain to me how God created this everything. Leg maar uit hoe God dit allemaal gedaan heeft. How could you believe something so simple? Hoe kan je nou zoiets simpel geloven? We've all had those kind of questions. We hebben allemaal wel eens die vragen gehad. But I love what that little blind boy used to be blind said. Maar wat die vroeger de blinde jongen zei was het mooie antwoord. I don't know. Ik heb geen idee. What I do know. Maar wat ik wel weet. Once I was blind. Eerst was ik blind. Now I see. En nu kan ik weer zien. Once I was lost. Eerst was ik verloren. Now I've got life. En nu heb ik leven. Once I was living in darkness. Eerst leefde ik in de duisternis. Now I'm living in purpose. En nu leef ik met een doel. I wouldn't trade my life for anybody. Ik zou mijn leven met niemand ruilen. When people look at you and they see that light in your eyes. En als mensen dat lichtje in jouw ogen zien. And they recognize that you've got something. En ze herkennen, ze zien dat jij iets hebt. Now your life becomes attractive. En nu begint jouw leven aantrekkelijk te worden. Your story is simple. Jouw verhaal is simpel. It's I don't know. Ik weet het niet. But God. Maar God. And we get to pass that on. En dat kunnen we doorgeven. Revelation 12:11. Openbaringen 12 vers 11. It's a really important verse. Het is echt een heel erg belangrijk vers. The Apostle John. Johannes die vertelt daar. Writing prophetically. Die schrijft daar profetische dingen. About the days to come. Over de dagen die nog gaan komen. Actually he was writing about today. Eigenlijk schrijft hij over vandaag de dag. And he's writing about the revival that is happening today. Hij schrijft over de opwekking die nu gaat komen. All over the world. Over heel de wereld. It's happening in my life. Het gebeurt in mijn leven. And I hope it's happening in your life. En ik hoop dat het ook in jouw leven gebeurt. And he explains how. En hij beschrijft daar hoe.
He says, hij zegt, they overcame him, that's the devil. Ze hebben de duivel hem dus overkomen. By the blood of the lamb, door het bloed van het lam. And the word of their testimony. En door de getuigenissen die ze hebben. That's their story. Dat is het verhaal. By the blood of the lamb, door het bloed van het lam. That's what Jesus did 2000 years ago. Dat is dus wat Jezus 2000 jaar geleden gedaan heeft. That passed this baton on to you and I. Die dat estafettestokje aan ons door heeft gegeven. You recognize if you're going to run the race. En zie je dat als jij die loop gaat doen. You can't create the baton. Kan je dat stokje niet maken? You got to receive the baton. Je moet het stokje ontvangen. Someone has to tell you the story. Iemand moet jou dat verhaal vertellen. Someone has to preach to you the gospel. Iemand moet dat tegen jou uitspreken. We get saved by hearing the word. Wij worden gered door het woord te horen. Jesus started it. Jezus is begonnen. By the blood of the lamb. Door het bloed van het lam. And the word of their testimony. En door het woord van de getuigenis. That's how we can change the world. En dat is hoe wij de wereld kunnen veranderen. When my life got turned around, I was a dentist. Toen mijn leven veranderde, was ik een tandarts. And I heard I was supposed to be a witness. En nu hoor ik dat ik in één keer getuigenis moet zijn. What is that? Wat is dat dan? It's pass it on. Het is eigenlijk dat stokje doorgeven. So how do you do that? Maar hoe doe je dat dan? And God began to teach me how to be a witness. En God die leerde me hoe ik een getuige kon zijn. So I want to teach you. How do you pass on your story? Dus ik wil je leren hoe je dat stokje nu moet doorgeven. Is that okay? Is dat oké? It's really, really simple. Het is eigenlijk heel erg makkelijk. And if you've been to school, you've learned a little bit about stories. Dus als je naar school bent geweest, heb je misschien wel het een en ander over verhalen geleerd. Basically, every story has three parts. Elk verhaal heeft eigenlijk drie onderdelen. Has the introduction. De introductie. Has the body. Het middelstuk. Het lichaam, and the conclusion. En een conclusie. Okay. You have to have an introduction. Je moet een introductie hebben. And that's what makes people want to hear the story. En dat is hetgene wat mensen het verhaal wil laten horen. It's the hook. Het is eigenlijk die haak. It's if you read a really good book. Als je echt een goed boek leest. It should hook you. Like I want to hear what happened. Dan houdt het je vast. Je wil weten wat er nou echt gebeurd is. If you watch a good movie. Als je een goede film right kijkt. Right in the beginning. Gelijk in het begin. They got to get your attention. Moeten ze je aandacht pakken. And then the body of the story is the challenge. En dan het lichaam van het verhaal is eigenlijk de uitdaging. It's full of challenges. Het is helemaal vol met uitdagingen. And it gives you the journey. Through the story. En het geeft je de reis door het verhaal. And then the conclusion. En dan de conclusie. Is happily ever after. Blij daar altijd na. How does it end? Maar hoe eindigt het dan? So if we look at our stories. Dus als we kijken naar ons verhaal. Like the baton. Ons estafettestokje. Three parts. Drie onderdelen. Number one is the introduction. Eén is de introductie. That's talking about life before Jesus. Dat gaat over het leven voor Jezus. Why? Waarom? Because you're talking to somebody. Omdat je met iemand praat. Before Jesus. Voordat hij Jezus leert kennen. They haven't yet received Jesus. Ze hebben Jezus nog niet ontvangen. So how do you talk to someone that is not saved? Dus hoe praat je dan met iemand die nog niet gered is? You have to get on their level. Je moet op hun level komen. You don't preach at them. Je gaat niet spreken van boven. I don't want to be preached at. Ik wil niet dat er tegen me gesproken wordt. When you preach to somebody, it's when you're way up here and you're talking down to them. De tegen iemand spreken is dat je bovenhoog zit en laag op iemand neerspreekt. You're telling them, you should do this and you're a bad person. Ja, jij zou dit moeten doen en jij bent een slecht persoon. A lot of people don't want to come to church. Veel mensen willen niet naar de kerk komen. Because they think that's what we do. Omdat zij denken dat is wat wij doen. And it doesn't work. Maar zo werkt het niet. The first thing we need to do is get on their level. Het eerste wat we moeten doen is op hun level komen. The introduction is where you connect with them. De introductie is dat je met ze connect. It's if you were to think about Instagram. Het is net als je aan Instagram denkt. It's where you have no filter. Het is waar je geen filters gebruikt. You let people see the real you. Je laat de mensen de echte jou zien. Okay? Okay? The not so pretty you. De misschien niet helemaal knappe jij. The kind of messed up you. De misschien wel een beetje gekke jij. The kind of you that you were before Jesus. Je laat jezelf zien hoe jij was voor Jezus. So if I'm going to pass the baton on to somebody. Dus ik ga dat estafettestokje aan iemand doorgeven. I want to witness to somebody. Ik wil mijn getuige aan iemand vertellen. First thing I do is I ask them questions. Het eerste wat ik doe, ik stel ze vragen. And I listen. En ik luister. I listen to find out what's going on in their life. Ik luister naar de dingen die in hun leven omgaan. Don't think I know. Dat weet ik waarschijnlijk niet. I recognize I've never walked in your shoes. En dan herken ik heb nooit in jouw schoenen gelopen. For every one of you. Voor iedereen hier. I don't know.
Ik heb geen idee wat je gedaan hebt. I want to know. Maar ik wil het wel weten. You're important. Je bent erg belangrijk. But I don't know. Maar ik weet het nog niet. So I listen. Dus ik luister. And then when I hear something, maybe it's like they talk about how. En misschien is het wel hoe het. My life is so messed up. Dat iemands leven zo verpest is. Dat ik voel me zo nutteloos. You know, if you begin to talk to somebody, en als je dan met iemand gaat praten, you're going to hear the pain. Dan voel je de pijn. Listen. Luister. Because they don't really want to hear what you got to say. Want ze willen niet luisteren naar jou. If you don't want to hear where they are. Als jij niet wil luisteren naar waar zij zijn. I was talking to Pastor Errol. Dus ik was met Pastor Errol aan het spreken, praten. Helen and I go all over the world and we answer questions. En Helen en ik gaan over heel de wereld en we beantwoorden vragen. And many times they're the same questions. En vaak zijn het dezelfde vragen. Someone said to me, "Don't you get bored answering the same questions?" En iemand zei, word je niet moe van steeds dezelfde vraag beantwoorden? I said no. En ik zei nee. Because it's not about the question. Want het gaat niet om de vraag. It's about the heart it's coming from. Het gaat om het hart waar het vandaan komt. And they're all important. En het is allemaal belangrijk, ieder hart. And you have to feel the pain. En je moet die pijn voelen. If you're going to answer that question. Als jij die vraag gaat beantwoorden. So the first thing you do is get on their level. Dus het eerste wat je doet is je komt op hun level. If you're hurting, I want to know. Als je pijn hebt, ik wil het weten. And then I'll try and relate with you. En dan zou ik proberen een band met je te creëren. Well, I've never been where you are. Ik ben misschien nooit geweest waar je bent geweest. But I can remember days when I just didn't want to live. Maar ik kan me ook dagen herinneren dat ik gewoon niet meer wil leven. Life seems so useless. Leven ziet er soms echt nutteloos uit. I kept trying and trying and trying and I never could get there. Ik heb het altijd geprobeerd en geprobeerd, maar ik kon er gewoon niet komen. And what I'm doing is I'm actually relating with them. En wat ik dan doe is ik probeer echt met ze een connectie te maken. Why? Waarom? Because I want to take them on a journey. Want ik wil ze op een reis meenemen. And that's what stories do. En dat is wat verhalen doen. Stories take you on a journey. Verhalen nemen je mee op een reis. Have you ever read a great story? Heb je ooit een goed verhaal gelezen? Watched a great movie. Of misschien een hele goede film gekeken. You actually have the ability to get into the story and walk with them. Je hebt echt de abiliteit om in een verhaal te gaan en met de personages mee te wandelen. And that's the body of your story. En dat is het lichaam van het verhaal. I used to be like that. Ik was ook zoals jij. I can't totally understand you. Ik kan misschien niet helemaal snappen waar je doorheen bent. But I used to have pain. Maar ik had ook pijn. And then someone said to me. En dan zegt iemand tegen mij. You need to come to church. Je moet naar de kerk komen. And I thought, no. En ik dacht, nee. I don't really need church. Ik heb de kerk helemaal niet nodig. But in the back of my mind. Maar achter in mijn hoofd. I kept thinking, maybe. Dacht ik, misschien. And so I actually did go. Dus uiteindelijk ben ik naar de kerk gegaan. And I went in late. En ik kwam wel heel and erg laat. Right in the back. En ik zat helemaal achterin. So that I could be the first one out. Zodat ik als eerste snel naar buiten kon rennen. But that I can't explain it. Maar ik kan het niet uitleggen. Something happened. Iets gebeurde. I listened to them singing. Ik luisterde naar de worship. And it wasn't just music. En het was niet alleen muziek. Something began to happen inside me. Er gebeurde iets in mijn hart. And I heard this guy talking about Jesus. En ik hoorde die persoon spreken over Jezus. And I just knew that I knew that I knew he was real. En ik wist dat ik wist dat ik wist dat hij echt was. And then at the very end he asked, is there anyone that would like to have Jesus in their life? En aan het einde vroeg die persoon op het podium, is er iemand die Jezus graag in zijn leven wil hebben? I don't know what happened, but somebody lifted my hand up. En ik weet niet wat er gebeurde, maar iemand achter me tilde mijn hand omhoog. And I prayed these simple little words. En ik bad die kleine woorden. And once I was blind. En eens was ik blind. But now I see. Maar nu kan ik zien. My life changed. Mijn leven is veranderd. You walk them through the story. Je loopt door het verhaal. You tell them how you got from where they are and you related with it. En je vertelt van waar zij nu zijn, waar jij dus ook was. To where Jesus changed your life. Waar Jezus jouw leven veranderd heeft. And then the third part of the story. En dan het derde punt van het verhaal. Is the conclusion. Is de conclusie. What's it like now? En hoe is het nu in mijn leven? Now, the only problem I have.
I just get choked up every time I talk to people. En nu is het gewoon dat ik elke keer weer emotioneel word als ik met mensen praat. I used to have no time for people. Ik had eerst geen tijd voor mensen. Now I love people. Maar nu hou ik van mensen. My life's got amazing purpose. Het leven heeft een geweldig doel. All because of Jesus. Allemaal door Jezus. And then you know what you have to do? Weet je wat je daarna moet doen? You gotta pass this on. Dat stokje doorgeven. That's what a witness is. En dat is wat een getuigenis doet. Pass it on. En dat is het. Simple like this. Would you like to have this? Wil jij dat ook hebben? And if they say yes, en als ze dan ja zeggen, I simply ask them, just let me pray for you. Dan zeg ik, ja, they probably heard lots of people say, let me pray for you. Ze hebben vast vaker gehoord, dan zal ik met je bidden. And their experience is, they turned around and went home. En vaak zijn ze dan waarschijnlijk omgedraaid en naar huis gegaan. But I don't. Maar ik weet. I said, could I pray for you? Kan ik voor je bidden? Yeah. En die personen zeggen ja. I take them by the hand. Dus ik pak ze bij de hand. Their eyes bug out. En die personen hun ogen worden helemaal. I said, close your eyes. En ik zeg, sluit je ogen. And you can feel the presence. En je voelt dan de aanwezigheid van God. And then I lead them in this simple little prayer. En daarna leid ik ze in het simpele gebed. And Jesus comes into their life. En Jezus komt dan in hun leven. And you say, how does that work? En je zegt dan misschien wel, hoe werkt dat? I don't know. Ik heb geen idee. I just know it works. Ik weet gewoon dat het werkt. And you know, I'm a preacher. Je weet, ik ben een pastor. So I've got to preach to lots of people like this. Dus ik heb veel mensen zoals hier gesproken. But I have led people individually. I don't know, thousands of them for sure. Ik heb ook wel duizend gewoon mensen individueel naar Jezus gebracht. Doing exactly what I said. Precies zoals ik op de manier hoe ik het nu zeg. And it's the greatest joy in all of life. En dat is de grootste vreugde in het hele leven. Why? Waarom? Because it's all about this. Want het gaat allemaal om dat ene verhaal. It's about your story. Om jouw verhaal. You're important. Jij bent belangrijk. There's people waiting. Er zijn mensen aan het wachten. You need to listen. Jij moet luisteren. You didn't get here alone. If you don't value their life, they won't value your life. Als jij niet hun leven waardeert, zullen ze jouw leven ook niet waarderen. But then recognize your story is something they want. Maar herken dan dat jouw verhaal is iets wat zij willen. It's about generations. Het gaat om generaties. It's about the world we live in. Het gaat om de wereld waar we in leven. It's called Christianity. Het gaat om christelijk geloof. Can I pray for you? Kan ik voor jullie bidden? Just bow your heads and close your eyes. Laten we ons hoofd buigen en onze ogen sluiten. I want to give you a moment of privacy. Ik wil je een moment van privacy geven. Just you and God. Dus jij, alleen jij en God. I want you to listen. Ik wil dat je luistert. What's God saying to you? Wat zegt God tegen jou? Who should you be listening to? Naar wie zou jij luisteren? Who could you share your story with? En met wie kan jij jouw verhaal delen? Who should you call up and have a date with them? Wie zou je moeten opbellen en een date met die persoon hebben? I want to pray a simple prayer. Ik wil een simpel gebed met jullie bidden. If when you walked in this place today, als jij hier in deze plek gekomen bent, your relationship with God was not what it should be. En je relatie nog niet was zoals het echt zou moeten zijn met Jezus. You know it. Jij weet het. God knows it. God weet het ook. Don't leave like that. Verlaat de zaal niet. Right now. Op dit moment. You can make a choice. Kan jij de keuze maken? And God's he's already done everything. En God heeft echt alles al gedaan. But you could take the baton. Maar jij kan het estafettestokje aannemen. You could receive this amazing life. Jij kan het geweldige leven aannemen. Ontvangen. Jesus will come into your heart. Jezus zal in je hart komen. And he'll be the Lord of your life. En hij zal de Heer in jouw leven worden. Everything will change. Alles zal veranderen. But it is your choice. Maar het is wel jouw keuze. It's your life. Het is jouw leven. Maybe when you walked in, you've never asked Jesus to come into your heart. En misschien wel toen je binnenkwam, heb je nog nooit Jezus gevraagd om in jouw hart te komen. Today's your day. Vandaag is jouw dag. Let me pray a simple prayer for you. Laat ik een simpel gebed met je bidden. Just say yes to God. Zeg alleen gewoon ja tegen God. Or maybe you can remember a day when you prayed a prayer like this, but you know today you're not where you need to be. En misschien heb je dit gebed al eerder gebeden, maar ben je afgehaakt en ben je niet op de plek waar je zou moeten zijn. Jesus is back in some corner of your life, but he's not on the throne.
Jezus zit ergens achter in je leven, maar hij zit niet op de troon van jouw leven. Don't leave like that. Verlaat de zaal niet. Let me pray a simple prayer on your behalf. Laten we een simpel gebed bidden op jou. So all over the room. Dus over heel de zaal. If that's you. Als jij dat bent. Could I include you in this prayer? Kan ik jou meenemen in Would dit you gebed? Say yes to God? Zeg je ja tegen God? If so, wherever you're sitting. Als dat zo is, waar je dan ook zit. Slip your hand up. Gooi gewoon even je hand in de lucht. Say, that's me. Zeg, dat ben ik. Thank you. Dank je wel. Thank you. Who else? Dank je wel. Zijn er nog meer mensen? Who else? Thank you. Zijn er nog meer? Dank je. This is a choice, your choice. Het is jouw keuze. Your life. Jouw leven. Your heart. Jouw hart. If Jesus is not sitting on the throne. Als Jezus niet op de troon zit. Lord of your life. Als hij niet de Heer Don't waste leven. It. Verspil je leven niet. Say yes to him. Zeg ja tegen God. Is there anyone else? Is er nog meer Could mensen? Could I include you in this prayer? Die ik mee kan nemen in dit thank gebed. Thank you. Dank je wel. Thank you. Yes, thank you. Dank je wel. Anyone else? Zijn er nog meer? All right, we're going to pray. We gaan bidden. Jullie mogen me nazeggen. Heer Jezus in de hemel. Dank u wel voor wie u bent. Ik wil graag mijn leven aan u geven. Wilt u mijn leven leiden? Wilt u mijn verkeerde dingen in mijn leven vergeven? En wilt u mijn leidsman zijn? Mijn redder zijn? En mijn allerbeste vriend? In Jezus' naam. Amen.